Yo, kijkers, welkom. Vorige keer waren we in de woestijn met Yoshi en Toad, maar vandaag gaan we alweer terug, omdat wij heel wat dringend moeten spreken in de Mario vs. Schurken. Kom op jongens, het is klaar in de woestijn. Al na een week is het voorbij. Ik vind het erg pittig, maar goed. We weten niet hoe het verhaal verder gaat. Nee, en dat is ook de reden waarom wij jullie dringend willen spreken. Het verhaal moet een keer afgelopen zijn, want vorige week had ik nog een korte broek aan. Maar nu is het anders geworden. Kom op, Toad. Dankjewel. Vandaag is het dus de dag dat wij teruggaan naar het normale leven. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat wij niet langer in de woestijn blijven. We moeten dus wat anders gaan zingen. In plaats van de woestijn met Mario en Luigi gaan wij zo meteen op onderzoek uit wat wij eventueel kunnen doen. Nou jongens, daar zijn we dan. We zijn er dan weer. Het verhaal is dus als volgt. Dat wij met z'n vieren dus niet meer weten hoe het verhaal verder moet en wat er gaat gebeuren eventueel. Want vanwege de corona is de woestijn is uitgedroogd en dus zit het avontuur in de woestijn erop na een week. Het is alweer erg jammer. We hadden er nog moeten blijven, maar goed, we hebben de keuze gemaakt om niet meer naar de woestijn te gaan, want ik vind dit echt niet normaal. Ik weet zeker dat als er iets aan de hand was, dan weet ik zeker dat er iets speelde. Maar goed, het is verschrikkelijk om te zien hoe je op zo'n manier doet. Weet je, Yoshi? Ja, dat weet ik ook. Het is verschrikkelijk hoe moet dit verder? Laat het me weten in de reacties hoe dit verder moet. Nou, Mario Luigi, wij gaan dus het verder bespreken. We doen de deur dicht. Zo, hoe nu? Hoe moet dit verhaal nu verder? Yoshi en Toad, weten jullie wel wat ik wil doen? Nou, dat weten we niet. We hebben nog geen idee waar het avontuur zal beëindigen dit seizoen. Ja, maar dat snap ik ook niet. Ja, maar kijk, dat maakt niet uit. Kijk, als deze twee jongens het niet meer gaan volhouden, dan sowieso binnenkort weer allemaal thuis. Ja, dan gaat het echt naar de kloten, denk ik. Jongens, jullie moeten me nu verzinnen. Zit het verhaal erop? Hoe komen wij dan nu aan dat geld? En hoe moeten wij nu de schurk opnieuw gaan pakken nadat zij uit gevangenis zijn gevlucht? Wie weet het? Luigi, jij weet het toch? Ik weet van niks. Nou jongens, dat is iets anders. Weet je wat we doen? Luigi en Yoshi gaan hier. Blijven hier en Mario en Toad komen komende week met het antwoord. Dus Luigi en Yoshi blijven hier. Mario en Toad gaan alvast kijken over de informatie hoe wij een nieuw avontuur doen. Nou, Yoshi, en dan zitten we hier dus met z'n tweeën. Ja, leuk hè? Ik had het ook nooit verwacht, maar goed, Mario en Toad gaan nu uitzoeken. Nou, welk verhaal we volgende keer moeten gaan vervolgen, want ik weet het zeker. We moeten niet heel leven lang hier blijven zitten, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, vriend. Nou ja, dat geeft ook niet. Ja, Yoshi, dan blijven wij twee maar hier, dan gaan wij alvast feest vieren. Ja, maar Luigi, het is anders, goed. Hier, hoor je dat? Wat ik altijd ontken. Tot de volgende keer.